Ja, dames en heren, ik hoop dat ik zo te verstaan ben. Ik wil u namens het bestuur van KWPN Tuigvaart Regio Noord heel hartelijk welkom heten. Hier vanavond bij Kees en Henny van Dijk, hier in Steenwijk-Olt. Welkom. Vanavond een veulenkijkavond. En als we dat dan ook deze avond mogen organiseren met dit weer, dat is natuurlijk perfect. Super. Gisteravond hebben we hier wat dingen opgebouwd, toen was het weer heel anders. Veel regen, dus dat we op een bepaald moment ook getwijfeld hebben om allemaal maar met de vrachtwagens hier op de trein konden komen. Gelukkig, vandaag gaat het heel best. Vanavond, veulenkijkavond, en we zijn blij dat er 16 veulens van 12 verschillende hengsten hier vandaag kunnen presenteren. Heel mooi aantal. We hebben er binnen het bestuur over gehad van wat gaan we doen met die veulens, gaan we ze plaatsen. Nou, wij vinden eigenlijk, en we horen met regelmaat, dat de beste stuurlui staan aan wal. En de beste jury staat altijd aan de zijkant te kijken. Dus vanavond bent u met elkaar, bent u de jury. En aan het eind van de avond levert u een formuliertje in die bij het... bij de stadlijst staat, daar vult u uw naam in, daar vult u het nummer in, wat in uw ogen het beste veulen is. En dan aan het eind van de avond hebben wij een winnaar. De eigenaar van het veulen, die krijgt van ons als bestuur, vanuit de KWPN, een bon, een dinerbon, de waarde van €80, te besteden bij het Vergulde Ros, halfweg bij Staphorst. Ook onder alle inzenders die vanavond meedoen, hebben we nog een verloting klaar en verloten we ook nog een leuke prijs. Dus 16 veulens, 12 vaderdieren, maar Kees en Henny van Dijk willen heel graag vanavond nog 3 van hun merries presenteren. Het zijn 3 volle zussen, een jaarling, een 2-jarige en een 3-jarige. Dus die zullen nog tussendoor in het programma verschijnen. Ik geef het woord aan Annemiek voor het voorlezen van de afstammingen. En ik wens u met elkaar heel veel plezier. Veel mooie veulens kunnen we vanavond openlijk zien. En na afloop is er volop gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog gezellig na te praten hierachter bij de boerderij bij Kees en Henny. Veel plezier en geniet ervan vanavond.